Dirk Drouwlands, bioloog, journalist en papa van Jamina, die ondertussen bijna 2 jaar is geworden. Voor haar schreef hij dit dagboek voor mijn dochter, waarin hij haar eerste levensjaar vergelijkt met dat van andere diersoorten. Tja, zo gaat dat nu eenmaal als je vader een wetenschapper is. Wil je naar de geitjes gaan kijken? Wil je naar de geitjes gaan kijken? Het is een mengeling van de anekdotes van hoe Jamina zich het eerste levensjaar gedragen heeft met de mooie en de minder mooie aspecten van het baby zijn. En de tweede is een soort reflectie als in principe de afstandelijke bioloog die op zijn eigen vaderschap neerkijkt, bij wijze van spreken. De vragen naar de conceptie, hè. Waarom is het nu precies dat kindje geworden en niet een ander kindje? Naar de ongelooflijke circus, het ongelooflijke circus dat rond zo'n zwangerschap en bevalling en frisse ouder zijn gecreëerd wordt. Bevallen is miljoenen jaren zonder problemen gegaan en kinderen grootbrengen, maar om de een of andere rare reden moeten wij ons in onze hypercomfortabele maatschappij er een circus van maken. En zo van dat soort reflecties. Minnie. Kijk, dat hertje had je mutsken opgegeten, Jamien. Maar kindje toch, ah, kom. Het leven op zichzelf is al heel verbazingwekkend als je begint te filosoferen over wat er eigenlijk allemaal moest klaar zijn om leven, zoals wij het uiteindelijk geworden zijn, mogelijk te maken. Dat op zichzelf is al redelijk uitzonderlijk. Plus dan nog, als je eens begint te rekenen, ik denk als iemand de kans zou uitrekenen dat zo'n kindje nu net dat kindje wordt, dat is in statistiek gesproken erger dan 2 keer op rij alleen de volle pot van een euromillions winnen. Dus het is een onwaarschijnlijke toevalstreffer dat je net dat kindje krijgt. Het is grappig. Ze zit nu in de fase bijvoorbeeld, ze kan dus perfect leeuw achterna doen. Hè. Dus als een leeuw roept, dan gaat ze dat beginnen herhalen. Maar nu ineens wil ze altijd gepakt worden, zelfs als we niet in de buurt van de leeuwen zijn. En dan, als ze dan op de veilige arm zit, dan begint ze terug te roepen naar die leeuw. En zoiets vind ik als emotionele vader natuurlijk fantastisch. Hè. Oeh. Ja. Ik beschouw de mens inderdaad als een diersoort onder de andere diersoorten. En ik kijk naar de mensen ook als bioloog. Alsof het een andere diersoort is. Het essentiële onderscheid tussen de mens en de andere dieren, en zeker als je het over de zoogdieren bekijkt, waar dat wij toch toe behoren, is het vaderschap. Bij de meeste zoogdieren is er geen vaderschap in het verhaal, omdat de meeste moeders of de meeste vrouwen met verschillende mannen kunnen paren en niemand precies weet wie dus de vader is van het uiteindelijke resultaat. Er is ook geen vaderschap in de actieve betekenis van het woord, dus de mannen moeien zich ook zelden of nooit met het grootbrengen van de jongen. En daarin zijn wij dus eigenlijk vrij uitzonderlijk. Zou het een kleine bioloog kunnen worden, denk je? Mijn oudste dochter is biologie gaan studeren. Ik heb daar nooit op aangedrongen. Ik hoop dat ze iets doet wat ze graag zal doen. Wat mij betreft mag dat biologie zijn, maar het hoeft niet per se. Wat niet wil zeggen dat ik nu geweldig zou vinden als ze in de motocross zou gaan of zoiets, maar bon. Als dat haar levensverwachting is, dat ze voor zichzelf creëert, dan zal ik mij gaan verdiepen in de wondere wereld van de motor. Leerrijk en vertederend tegelijkertijd. Het dagboek van Dirk Drouwlands. Straks vertel ik je hoe je een exemplaar kunt winnen door te sms'en. Helemaal gratis is Gespot, het DVD-magazine, met daarin onder meer een bijlage over de Aziatische film. En er is de nieuwe stripgids, waarin onder andere Marc Legendre en Jan Boschaert een boekje open doen. Je vindt ze in elke bibliotheek. Zie daar, de nieuwe Luc de Flo. Dat is die Mechelaar die 10 jaar geleden zijn baantje bij de bank inruilde voor het schrijverschap en ondertussen een van onze best verkopende misdaadauteurs is geworden. Dat jubileum zijn wij gaan vieren. Het werd een tocht langs veel Brusselse cafés en, om het niveau hoog te houden, ook 1 enkele boekhandel. Hey,
Luc, dat is nu al 10 jaar dat je boeken schrijft. Hoe voelt dat? Nooit bij stilgestaan. Ik doe dat nog altijd graag. Had je dat ooit verwacht? Want elk boek dat nu van de Flo's hand verschijnt, dat staat in de top 10? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik ben ook begonnen met mijn memoires. Schelmen, schalken, strijken, memoires. Ik heb die aan de straat niet kwijtgeraakt, maar ik denk dat ik daar wel veel mee geleerd heb. Uiteindelijk heb ik gezegd, ja, de Flo doet dan is een genre dat de mensen misschien graag lezen. Mm-hmm. Die psychologische thriller. En dat lukte. Alhoewel, nu gaat het snel, maar mijn eerste boek, allee, je moet toch rekenen dat ik daar een jaar of 3-4 aan gewerkt heb. Maar na 10 jaar, je bent een van de topsellers in Vlaanderen. Ik denk dan, de Flo is binnen. Binnen voor de regen of wat? Nee, financieel. Nee, helemaal niet. Allee, bedoel, in Vlaanderen. Vlaanderen is Vlaanderen. Dat is altijd het probleem. Ik ben nu met iemand bezig om mijn boeken te verkopen in het Engelstalig sprekende wereld. En de eerste vraag is daar oplagen. En als ik dan zeg 20.000, wat voor Vlaanderen gigantisch is, ja, in de Anglo-Saxische landen is dat peanuts, snap je? Dus je moet het dus allemaal relativeren. Maar ik kan van mijn pen leven in Vlaanderen en daar ben ik eigenlijk al heel dankbaar voor. De meeste schrijvers zijn eenzaten. Het zijn mensen die zich terugtrekken, die in hun eentje werken. Je werkt wel in je eentje, stel ik voor, maar je hebt er ook een heel uitgebreide vriendenkring. Absoluut. Ik ben helemaal niet dat type schrijver, dat cliché-type schrijver ben ik zeker niet. Ik ben een sociaal beest. Ik werk trouwens part-time in de bank omdat ik tussen de mensen wil zitten. Omdat heel dagen schrijven, je wordt er gewoon gek van. Bij mij is het wel heel intensief. Als ik schrijf, dan kan dat niet stopzetten. Hè. Dat bobijntje draait. Als ik dan iets anders ga doen, dan moet ik nog een uur afkicken. Dus ik kan echt heel sterk focussen. Maar ik heb menselijk contact nodig. Vandaar dat ik eigenlijk graag een job in dienstverband combineer. Voor mij is dat een zegen. Dat tasje koffie aan de koffieautomaat, daar ga ik voor. Allee, ik bedoel, dat is leuk. Wat staat er in angst? Angst is eigenlijk het verhaal van Walter. En Walter is een doodgewone man zoals jij en ik. Hij werkt in de bank als bediende. Hij heeft zichzelf daar wat opgewerkt. En uiteindelijk zegt hem, kijk, ik heb een plan. Ik ga een tool ontwikkelen waar de bank beter van wordt. En ik ook uiteraard. En hij is dus nachten overgewerkt, thuisgewerkt, zo lang, zo gefixeerd op zijn doel dat hem uiteindelijk al zijn gezin uit het oog is verloren. En hij eindigt dus in Brussel op een gemeubeld flatje en al wat nog telt is zijn PSS, zijn uitvinding. En als dat dan eindelijk werkt, dan begint het verhaal pas. Dan leert Walter eigenlijk kennis maken met de echte wereld, met de echte zakenwereld. Wat er speciaal aan is eigenlijk aan dit boek, is dat er eigenlijk amper een moord in gebeurt. Maar de spanning is dus puur psychologisch. Het gaat echt heel, heel diep. Walter komt in een maalstroom terecht waar hem onmogelijk alleen nog kan uitgeraken. En dat is wel dat wou ik ook doen met dit boek. Leuk, voor uw verjaardag gaat er iets speciaals doen, hè? Ja, we gaan een wedstrijd organiseren. Door de jaren heen heb ik eigenlijk al die namen die ik gebruikt heb in mijn 12 boeken, die zijn uiteraard fictief. Sommige niet, omdat ik vrienden in dienst wou bewijzen. Maar bon, achter al die namen zit eigenlijk wel iemand. En die idee is eigenlijk zo spontaan gekomen. Laat ons daar eens iets mee doen. Laat ons die mensen eens belonen. Dus de wedstrijd is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet iemand vinden die meteen met zijn naam en voornaam in een van mijn 12 boeken voorkomt. En dan kan je samen deelnemen en een laptop winnen. En al die informatie, de wedstrijdreglement, staat allemaal op mijn website op www.deflo.be. Ah, ik ben benieuwd in elk geval. Ons kruikje is leeg, Luc. We gaan even bestellen. Kijk zo.